een zwart dag voor Limburg, want Fort Gang sluit in 2014. Dat nieuws kregen de vakbonden te horen van de Genkse directie. We zijn hier in het Cultureel Centrum Casino. Vandaag gaan we een rap theatervoorstelling geven. We zijn een jaar geleden gestart met een groep jongeren van Houthalen Helchteren. Samen met hun hebben we een jaar lang zitten oefenen naar een rapvoorstelling. Door de stem van alle genken naar de staal we sterk. Dus kiep die vuist omhoog en zeg, blijf van ons werk. Door elkaar verliezen duizenden mensen hun job. Tegen al die werkende mensen, zeg geen stop. We hebben een verhaal gemaakt over de wereld om ons heen en hoe wij er een kijk op hebben. En daar gaan onze liedjes ook over onderwerpen, over gebeurtenissen in de wereld. Van binnen geef me haat, want je ziet het wel op televisie en kranten, maar niemand doet er wat aan. Dus ik doe er wat aan, ook al is het hier ver vandaan. We laten zien dat we één zijn, we dekken elkaar. Als je de jongeren gaat aanspreken over theater, die gaan dat heel vreemd vinden. Daarom hebben we er een raptheater van gemaakt. Dit is nieuws, nieuwe concept, maar zeer mooi. Het is een hele goede resultaat. Dus. Alle mensen zijn gelijk, dus doe mee. Samen staan we zee aan zee, dus sta op. En kom voor jezelf op, man. Laat je stem horen, het is tijd voor een opstand. We zijn één. Om eigenlijk mensen bewust te maken dat je niet met de hype, met de media moet meegaan, maar ook vooral een eigen wil en een eigen mening kunt hebben en dat je daar vast voor moet staan. We zijn hier in Houthalen in het Hortelbos en we gaan hier boompjes planten. We zijn hier eigenlijk al aan boompjes planten met de basisschool van Lillo. Limburg.net is een afvalintercommunale. Waarom plant die bomen? Wij vervuilen allemaal en wij compenseren dat. En door bossen aan te planten compenseren we eigenlijk wat we vervuilen. Ja, we zijn hier boomplanten om de milieu goed te maken. Fabrieken die doen allemaal uitlaatgassen in de lucht en dat is niet goed voor het milieu. En wij willen daar iets aan doen. We willen een goed milieu dat ook mensen gezond kunnen leven, maar dat ook de dieren niet zo snel gaan uitsterven en zo van die dingen allemaal. Uw schub pakken, bijvoorbeeld deze schub, en je doet... Je moet erop stampen en dan moet je daar een groot gat proberen van te maken. Je moet er een boom in pakken en dan heb je een boom plantje.